Het is tijd voor een kleine room update. En zoals je kan zien, de muur is volledig zwart. Hij ziet er mooi proper uit. Ik denk niet dat je nog echt fouten kan zien. Nee. Dit begint ook vorm te krijgen, zoals je kan zien. Ik herken het al. Ik weet niet of dat jullie het herkennen. Nu, het is tijd om dat hier op te ruimen. Ik heb dus mijn kamer al een klein beetje opgeruimd. Die matras is al weg. Maar het is nog niet echt proper, dus ik ga dat nu doen. Te beginnen met dit plastic en al de afdekking. Want tegen dat dat geschilderd is, gaat het toch nog even duren. Dus allez, het moet eerst nog getekend worden en dan moet het geschilderd worden. Dus ik ga eerst een beetje opruimen. Ik ben nu eens aan het kijken waar ik die camera ga zetten. Misschien wel hier zo. Hier zo. Het is mooi gedaan. Mooi, proper. Ik heb mijn kapstok al teruggehangen. Het is tijd om de boel eens op te ruimen. Laten we beginnen met de truien. 1, 2. Laatste kans. Derde keer, goede keer. Dan maar gewoon. Mijn kamer is al veel properder, dus daar is het ook proper. Bureau is ook weer proper. Juist daar is het nog een probleempje. Dat is het nadeel van open kasten, dus dat moet ik ook wel nog een keer doen. Ik ging eigenlijk een video maken vandaag. Ik had heel weinig inspiratie, maar ik heb een idee. Licht. Hoe is het leven zonder smartphone? En als ik zeg zonder smartphone, dan bedoel ik dit. Ja. Geen smartphone, geen wifi, niks. Is dat zelfs nog mogelijk? En hoe hard mis ik dat? Ik ga eens iets zeggen. Ik heb al relatief veel gsm's gehad. Ik denk 4 of 5. En mijn eerste gsm was pas toen ik 15,5 jaar was. Ik wou dat zelf niet. Ik wou geen gsm. Maar ik vertrok voor... ja, 2 maanden, eigenlijk 1 maandje en dan een keer onderbreking en dan kijk, dus af en toe naar de rubie. En mijn mama zei, jij hebt een gsm nodig om te werken sowieso en om te zorgen dat ik contact heb met jou. En ik, ja, oké dan maar ik ging daar geen geld aan uitgeven. Hè. Dus dan heb ik de gsm van mijn mama gekregen, een Nokia Lumia of zoiets. Die heeft 1,5 week of zo meegegaan en dat was die kapot. En dan dacht ik... Oké, ja, ik heb die wel al veel gebruikt. Voetwerk is inderdaad wel handig. En dan dacht ik, misschien moet ik zelf een gsm kopen. En dan heb ik een X-Tel 9500 besteld, een nieuw gsm toen. Even opzoeken. Ik zit op hun site. Ja, dus dat was zoiets, maar dan veel vierkanter. Zonder die lelijke ronde ding. En buiten dat ze wel zeiden dat die heel waterdicht was. Maar dat was dus niet echt zo. En als ik zeg niet echt zo, dan bedoel ik... Als je ermee in water ging, dan werd die helemaal gereboot. En dan crashte hij precies. En oké, ik heb wel 4, 5, 6 keer misschien nieuw in garantie gekregen. En dan mijn laatste, dat is echt... Dat is een sad story. En ik had geen goesting om hem nog een keer terug te sturen in garantie. Want hij was weer kapot door in het water te gaan.
Maar dan, 2 augustus, ik weet dat omdat ik hier nog foto's heb staan, en die foto's waren van toen dat mijn camera plotseling weer werkte. Ik weet niet hoe blij natuurlijk, ja, die camera werkte gewoon weer. En die dag zijn we naar Fontaine de Vaucluse gegaan, dat is dit. Ik was hier aan het wandelen, want je kunt hier dus wandelen, hè, want ik wou vandaar een foto naar buiten, dus naar jullie nu. En ik gleed uit en die gsm vloog gewoon uit mijn handen in het water. En ik zag die zo mooi naar beneden gaan. Dus voor de duidelijkheid, waterdichte gsm, maar hij drijft niet. En ze hebben de Fontaine de Vaucluse hem zal ingedoken tot 300 meter diep. Ze zijn nog niet verder geweest, maar ze zijn niet aan het uiteinde geweest. Dus geloof me, ik ga er niet achter springen. Plus, dat was echt zo'n boord of zo. Van gewoon stille rotswand en dan pas water. Dus ik ging daar ook niet uit geraken als ik daarin sprong. Plus dat water is f*** koud. Dus nee, ik ben daar niet achter gesprongen. En dan heeft mijn mama het geniale idee gehad om dit te kopen. Niks op tegen. Maar zij wou echt dat ik een gsm had. En inderdaad, dat was wel handig. En zij heeft dit gekocht. Dit was het. Dit was echt de shit. Nee? Mooie Stanley gsm. Ja, dat is inderdaad Stanley van die breekmessen. Even zeggen, wanneer dat Android 7 uit was, werd die gsm nieuw. Ja, ik zeg nieuw, hè. Dus werd die nog uitgebracht met Android 4.0. Dat was traag en dat trok op niet veel. En nog erger misschien. Allee, niet erger, maar ik ergerde me daaraan. Die gsm had 5 gigabyte opslag. De software neemt ook 2 gigabyte in. En sorry, maar dus nee, die gsm was niet ideaal. Ja, het was ook niet zo stevig. Maar om een keer dat scherm begon daaruit te vallen. En om een keer heel mijn scherm was er gewoon uit. En dan, ja, dan was hij eraan. Hè. Dan moest ik weer achter een gsm gaan zoeken. Maar weet je, ik had echt geen goesting meer om daar geld aan uit te geven. Ze noemen dat stevige gsm's, ze noemen dat waterdicht. Maar dat is nooit waterdicht en dat is nooit stevig, tot nu toe. Dan heb ik beslist van dit te kopen. Dat is trouwens deze winter gebeurd. Eerlijk gezegd, buiten het feit dat ik nu veel meer op mijn computer zit, omdat ik, als ik Messenger en zo, ik kan dat allemaal niet bekijken. Hè. Ik kan dat niet bekijken hierop. Ik kan hiermee bellen en sms'en, een zaklamp op. Ja, ik kan foto's trekken naar 0,5 megapixels, waar dat je dus niks mee bent tegenwoordig. En er kunnen er misschien 5, 6 foto's op. Maar ik gebruik dat toch niet daarvoor. Daarvoor heb ik de GoPro. 100 berichtjes. 100 berichtjes in totaal. Dus zowel verzonden als ontvangen berichtjes. Als ik 100 berichtjes heb, moet ik dat verwijderen. Dan staat die gsm vol. Ik weet niet hoe stevig. Ik heb echt al laten vallen op beton. Allee, niet bewust, hè. Maar dat gebeurt gewoon bij mij. Zo zit ik in elkaar. Waterdicht tot een meter en een half. Ben er nog niet mee in het water geweest. Moet dat wel toegeven. Maar ja, als die vuil is, en dat gebeurt wel, dan was ik die gewoon af met zeep zelf. Dat doet niks. Dat blijft werken. Ook een heel luid alarm. Allee, eigenlijk echt content van. Het voelt ook stevig. Het is geen gsm dat je zo iets hebt van, dat voelt niet stevig. Terwijl dat ik dat met die Stanley bijvoorbeeld wel had. Dat klonk ook niet juist. Als je die liet vallen, dat klonk als plastic. Dat klonk, allee, dat is normaal misschien voor je gsm. Maar heel mijn eerste gsm, als ik die liet vallen hè, op de vloer beneden, dan dacht ik ten eerste dat mijn vloer kapot was. Echt serieus, ja. En ten tweede, dat klonk als een houten blok die viel. Dat voelde stevig, dat klonk stevig. Dat was ook een zware gsm. Dat was ook echt groot trouwens. Dat was eigenlijk een phablet. Ik denk als ik zeg dat die bijna zo groot was als dit, dat ik serieus overdrijf. Ik moet iets anders vinden. Allee, welke gsm klinkt er nu als een houten blok als je die laat vallen op steen? Het moet stevig zijn voor mij. Maar ik heb echt al veel kapot gemaakt. Allee, ja, als er iets thuis kapot is, hè. Ja, dus ze denken direct van, ja, Otto heeft dat kapot gemaakt. Wat dan niet waar is, hè. Ik maak niet alles kapot. Ik maak veel kapot, maar niet alles. En dan nog, ik maak veel dingen. En als je veel dingen maakt, dan maak je veel dingen kapot. Sorry daarvoor, dat gebeurt gewoon. Dit was het. Dit was de gsm. Dit was de gsm. Echt vierkant. Zoals dat hoort. Zo, voilà, dat was... Oh, ik was verliefd op dat design ook gewoon. Hè. Het was precies een machine. Echt zalig. I wish I could get that phone back. Maar ze verkopen die gewoon niet meer. Ja, niet, allee, het is niet dat ik dat wil kopen. Ik wil dat nu niet betalen. Ik ga dat dus niet kopen, maar ik vind het gewoon belachelijk. Het is een slechte site. Zo ga je nooit iets verkopen. Maar dus, nog voordelen hiervan. Hè. Dat hapert nooit. Hè. Je start dat is direct aan. Hè. Je moet daar niet op wachten. Als je dat uitzet... Dan hoor je...
Dan hoor je dus dit, hè, dan zie je dat. Je gaat dat altijd weten als hij uitstaat. En als je hem aanzet, hoe lang duurt dat? Voilà, is dat aan. Dan hoor je dat deuntje weer. Trouwens, echt, ik weet niet hoe vrolijke deuntjes. Dan geef je de code in. Hij is opgestart. Ik bedoel, dat hapert nooit, hè. Al met een iPhone, dat hapert. Ja, sorry, maar ik heb dat dus niet. Ik heb dat echt niet. Mis ik dat? Het feit dat het niet moeilijk is gewoon om mijn Messenger te bekijken. En mijn Instagram. Ik heb gewoon geen Snapchat. Maar dat is echt wel handig. Een gsm daarvoor. En like WhatsApp. In ons huis wordt WhatsApp echt wel gebruikt als communicatiemiddel. Dat wel al gewend is. Ken je dat zo toetsenbordje zo? Ik kon dat in het begin echt niet. Ik had echt zoiets van, wat heb ik hier gekocht? Dat gaat mij nooit lukken. Het zit daar ook geen woordenboek op. Niks zit er daarop. Maar eerlijk gezegd, je komt dat snel gewend. En nu typ ik als meester. Nee, dat is niet waar. Omdat, ja, mijn vingerspitsengevoel is gewoon niet zo goed. Oh ja, ik kan een week met een batterij. Ja. Als ik Messenger wil bekijken. Ja, dat lukt nog, hè. Maar dat is echt gewoon dit, hè. En dan Facebook openen, zo. Voilà. Ja, en ik kan echt nog... Voilà. Zo, ik kan gewoon nog berichten sturen. Ik kan ze krijgen, ik kan ze sturen. Instagram is niet zo fijn. Je opent Instagram en dit is wat je hebt. Je kunt leuk vinden, je kunt reageren met wauw. En dan, zo, die staat erop. En je kunt reacties leuk vinden, je kunt dat opslaan, je kunt dat delen. Maar that's it. Je kan geen stories maken, je kan geen berichtjes sturen, geen berichtjes bekijken. Je kan zeker niet reageren op zo van die stickers, dat gaat gewoon niet. Maar ik heb recent wel iets gevonden, want je kunt blijkbaar op je laptop, ja sorry als jullie dat al weten, druk op ontwikkelen, schakel over naar adaptieve ontwerpmodus en dan kies je gewoon even voor de iPhone 8. En als je dan op refresh drukt, dan verschijnt er hier plotseling dat icoontje voor een verhaal. Als je daarop drukt, dan kun je gewoon een afbeelding kiezen. En dan heb je een fucking verhaal. Dat lukt dus nog. Ik heb dat dus nog maar recent te weten gekomen. En dan kun je, dan kun je verhalen bekijken. En je kunt daar dus op reageren. Blablabla. Je kunt daar een berichtje op zetten. Maar daar blijft het ook bij. Je kan dan eindelijk foto's plaatsen en zo. Maar het is nog niet zo makkelijk. Want je kunt bijvoorbeeld geen screenshot nemen en dat dan doorsturen. Of nee, dat gaat niet. Want dat moet in een specifieke bestandsindeling zijn. Dus dan moet je eigenlijk al een foto pakken. Bijvoorbeeld met de GoPro. Zo even zo. Foto. En dan moet je dat aansluiten op de kabel. En zo kabel, hop, daarin. Dan kun je dat van je GoPro bijvoorbeeld. Of gewoon een fototoestel halen. En dan via dat fototoestel kan je er eindelijk uploaden. Als die afbeelding niet te groot is. Want op je gsm gaat dat allemaal vanzelf. Hè. Dat comprimeert je afbeelding en alles. Dat gaat allemaal... Dat gaat gewoon automatisch. Terwijl als je dat op je laptop doet, dat gaat totaal niet automatisch. Echt niet. Het lukt. Maar het trekt op niet veel. Je mist al soms iets. Als er iemand 3 dagen of 2 dagen geleden of... S'ochtends stuurt van, hey, heb je zin om af te spreken of dit of dat? En je ziet dat s'avonds pas omdat je gewoon niet aan je laptop hebt gezien die dag. Dan is dat wel een beetje fucked. Want zeker als je de hele dag hebt verveeld. Voor de rest, kun je nog leven met dit? Perfect. Het is ook veel goedkoper. Je abonnement is ook echt wel 1000 keer goedkoper als je geen verplicht abonnement hebt. Like bijvoorbeeld, ik heb Telenet. Hun abonnement is 15 of 25 euro. Ik heb dus 15 euro dat ik nog steeds betaal voor mijn fucking data die ik dus niet kan gebruiken. En misschien moet ik Pay&Go gaan. Maar het probleem met Pay&Go is gewoon, ik bel te veel en sms te veel om niet aan die prijs te zitten. Dus misschien dat die 15 euro dan ergens wel oprecht is. Misschien moeten denken aan de mensen zoals mij en een abonnement moeten vinden met bellen en sms'en en geen data. Dat is wel een beetje dat je weet dat je, ik denk, pak 2 gigabyte data hebt en je kan dat niet gebruiken. Dat is wel fucked. En muziek luisteren hiermee. En je kunt gewoon, ja, je ontgrendelt dat. Ah, hier kijk, multimedia. En je kunt gewoon letterlijk naar de radio luisteren, hè. Naar Studio Brussel. Ik luister. Maar als je dat dus... het is niet gelukt. Dat was aan het leem. Maar als je dat dus aansluit op je koptelefoon, of oortjes ook, hè. Oortjes gaat ook perfect. Dan heb je gewoon letterlijk radio. Je kunt muziek luisteren hiermee. Echt, alleen voordelen.
Ik raad iedereen aan om gewoon als tweede gsm, of ja, misschien niet. Maar als je ooit gewoon geen hoesting meer hebt in een smartphone, koop dit ding. Dat is trouwens een Crosscall Spider X1 of zoiets. Echt handig. Handig, handig, handig. Heb ik nog iets te zeggen? Ik denk het niet. Ik denk naar de That's a Wrap, denk ik. En sorry dat dit misschien een saaie video is. Of een andere video. Maar ik hoop toch dat jullie ervan genoten hebben. Maar sowieso like en subscribe. En misschien op dat belletje drukken. Allee, dat lukt, hè. Dat lukt. Ik zag niet, hè. Ik zag niet. Maar het lukt. Voilà, ik denk dat gaat zijn. Doeg van Winnie de Pooh. Ja, echt waar. Gewoon liken, subscriben. Weet wel. En heel erg bedankt voor het kijken. Groetjes Brent en Wout. Doeg!